Ik was dus gebleven bij Hein Bloemen, onze burgemeester, die was keurig gecommuniceerd. Die was vanmorgen al, ik begreep, rond half, kwart over negen was hij hier. Hij had om 10 uur een afspraak en hij heeft beloofd om weer te komen, maar jullie kunnen er allemaal niet op wachten. Want jullie staan straks natuurlijk te popelen om te gaan vogels schieten en naar het feest te gaan beginnen. Maar ik wil u in ieder geval hier aan tafel van harte welkom heten, jongens en meisjes ook. Fijn dat jullie er ook zijn. De eerste plaats een hartelijk woord van welkom aan ons koningspaar, Henny Alverink en Adele Hoedman. Graag een applaus. Het was nog enigszins spannend of het koningspaar wel compleet kon zijn, want de koning had een vakantie geboekt en hij is speciaal voor deze gelegenheid teruggekomen. Hij vliegt straks ook weer terug richting een van de eilanden. Dames en heren, het spijt mij dat ik niet aan uw ontbijt heb kunnen zitten, maar ik zal u vertellen wat er gebeurd was. In mijn agenda staat dat ik hier vanmorgen om 8:30 moest zijn. Nou ja, dus ik ben vroeg opgestaan, want als je van Ruurlo naar Hupsel moet, dat is toch een heel eindje rijden. Dus ik kwam hier langs rijden om 8:30, ik denk, dat klopt niet. Het was hier maar stil. Toen keek ik op de brief die ik gekregen heb, en daar stond op dat ik hier niet om 9:30, maar om 9:30 moest zijn. Toen kwam ik hier om 9:30 aan, maar een keurige, vriendelijke dame zei, oh, gezellig dat u er al bent, gewoon lekker zitten koffie drinken. Ik zeg, maar hoe laat begint het ontbijt? Ja, dat begint om 10:00. Dan moet u weten dat ik om 10:30 brandweeroverleg had. En om 11:30 heb ik een jubilaris. Dus ik denk, dat kan natuurlijk niet. En dat kan jullie niet laten zitten. Dus ik heb het als volk het hele boel omgegooid. Ben nu hier. En ik ga straks die andere dingen doen. Dat is een beetje gezeur van die burgemeester om uit te leggen waarom hij niet aan het ontbijt heeft gezeten. Hartstikke leuk om weer hier te zijn. Het is 2 jaar geleden dat we van Henny, dat ik hier was. En dat was de laatste keer dat Henny hier als voorzitter was. Wie kon bevroeden dat hij het jaar daarop meteen koning werd met zo'n charmante koningin ernaast. Maar dat is uiteindelijk gelukt. Ik weet niet hoeveel steekpenningen hij daarvoor heeft moeten geven. Maar dat doet hij niet, hè? Dat doet hij niet. Geen politiek. Geen politiek. Maar ik weet altijd, dames en heren, als we naar Hupsel gaan, en dat gebeurt in geen enkel ander buurtschap zo als bij jullie, dan worden er altijd een paar politieke statements gegeven. En ik begrijp dat ook, want dan word ik even heel serieus. Omdat dit dorp natuurlijk vanwege de verlegging van de M18 hartstikke onder druk staat. En er worden hier boerderijen afgebroken, er zijn een aantal mensen die zijn we moeten verhuizen. En dat geeft een hoop reuring. En jullie zijn nu nog steeds afwachtend van het definitieve tracébesluit. Dat zijn wij ook. En ondertussen gaat de wereld maar door en moeten jullie de boterham hier verdienen met in de agrarische sector die toch al onder druk staat. Dan komt die burgemeester weer langs en dan hoort hij achteraf wat er aan politieke statements is afgegeven. Die hebben allemaal te maken inderdaad met het nieuwe Hupsel. Maar hier is een zeer hechte gemeenschap en dat is ontzettend veel waard voor jullie. Jullie kennen elkaar allemaal, jullie helpen elkaar als het nodig is. Dat is nabuurschap in optima forma. En wat dat betreft hoop ik dat jullie dus ook dit jaar weer, de weergoden zijn iets minder goed gestemd. Maar het wordt vanmiddag droog en vanavond als iedereen in deze tent zit, komt er weer een heleboel regen over. Heb ik net op buienradar gezien. Maar dat is een reden te meer om ook de binnenkant van het lichaam goed nat te houden. En daar heb je dan ook eens per jaar een goed excuus voor. Fortune and everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses. Consider it a challenge.